Dankje. Even door hoor. Vandaag de presentatie van het boekje van Badje. Hoe is het om Badje weer terug te zien? Ja, geweldig. Het was mijn favoriet al, gelijk. En ik vind het nog steeds, als ik het zo zie, wat een geweldig leuke hond is het. Maar ik zie wel dat hij in bijzonder goede handen is bij die nieuwe collega uit Friesland. Over het algemeen weet men er soms ook wel van tevoren dat je honden africht, dat ze soms ook naar een ander korps kunnen gaan. Dus je houdt er wel een heel klein beetje rekening mee. Ja, dit is gewoon geweldig, dit is gewoon uniek. Ik werk al wel 25 jaar met honden en ook met pups. Maar hij is toch wel een heel speciale pup, was hij altijd al. En het is nog geweldiger dat er ook leuk een boekje van komt, of presentatie. Geweldig, ja. Het is een kinderboek en het gaat over Badje. Dat is de, ja, wie kent hem eigenlijk niet, hè? De beroemde politiepup van Almelo. Nou ja, hij is nu naar het noorden vertrokken, maar wel geboren en voor een deel getogen in Almelo. Dus toch een beetje onze Badje, hè? Badje is heel groot geworden. Hij heeft net het eerste exemplaar in de bek gehad. En nou ja, dat is niet verkoopbaar meer, laat ik het zo zeggen. Het is... Ja, ik ben Marleen en ik doe samen met een collega van mij de Facebookpagina van Almelo. En wij hebben dus een beetje de hype rondom Badje hebben wij aangezwengeld, zeg maar, 1,5 jaar geleden. Toen we een foto van hem hebben geplaatst op onze Facebookpagina. En die werd gewoon binnen de kortste keren enorm vaak bekeken. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in zelfs een eigen kinderboek en dit evenement eromheen. Dus hartstikke leuk. Badje is heel nuchter ondergebleven, gelukkig. Die vindt alle aandacht prachtig. Die is nog hartstikke speels, dus die springt alle kanten op. Maar we zijn blij dat hij weer even terug is in Almelo in ieder geval. En dat we hem weer even kunnen zien hier. Er moet uiteindelijk weer een nieuw puppy komen. Ja, dus daar zijn ze al druk mee bezig. Dus, maar of we daar weer zo'n heel ding van gaan maken, dat weet ik niet hoor. Dus, er zit wel weer een nieuw puppy aan te komen inderdaad. Ja, dus het is ook gewoon hartstikke mooi dat we dit eromheen hebben kunnen bedenken, zeg maar. En dat het voor de kinderen gewoon heel leuk is. En dan kunnen ze de politie weer een keer van de andere kant zien. En dat vinden we gewoon leuk om te doen.